We gaan het hebben over veldrijden. Vorig jaar heb ik een serie video's gemaakt onder de naam Wielerflits legt uit, waarin ik soms complexe zaken uit de wielerwereld geprobeerd heb inzichtelijk te maken. In veel gevallen ging dat over UCI-regels, want die zijn belangrijk, maar soms ook wat lastig te begrijpen. En ze veranderen steeds. Dat is nu ook het geval in het veldrijden. Dus is het hoog tijd voor een terugkeer van deze show van Wielerflits legt uit. Vandaag wil ik het met je hebben over dit document, de COVID-19 Special Provisions. Want het coronavirus heeft ook grote invloed op de internationale veldritwereld. En daarom heeft de UCI dit document gemaakt met een aantal regels die wijzigen. Om te beginnen bij het prijzengeld van de wereldbeker, want dat is iets lager. Normaal gesproken zouden er 14 wereldbekers zijn met een prijzengeld in totaal van 155.000 euro voor het eindklassement bij zowel de mannen als de vrouwen. Maar dit jaar gaan er maar maximaal 5 wereldbekers door en dus is ook het prijzengeld wat lager gemaakt. In het peloton was er wat vrees dat alles geschrapt zou worden, maar dat is niet het geval. 155.000 euro is teruggebracht naar 100.000 euro. Ja, dat is niet eens zo heel erg slecht. Per rato verdien je nu meer prijzengeld per wereldbekermanche dan eigenlijk was gepland. Dan de ranking. In het veldrijden heb je eigenlijk 2 belangrijke rankings. De UCI World Cup ranking, dat is op basis van de uitslag in World Cup wedstrijden. En je hebt de individuele cyclocross ranking, dat is op basis van uitslagen in alle veldritten. Die ranking, die gaat naar 0. Maar hey Maxime, dat is toch een rollende ranking over 52 weken waarbij de punten komen te vervallen als er een nieuwe editie van een wedstrijd is geweest? Dat klopt, maar door het coronavirus zijn bijna alle veldritten geschrapt. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Spanje gaat bijna niks meer door. En crossers in die landen kunnen dus heel moeilijk of bijna niet aan punten komen. En daarom zal aan het begin van het nieuwe crossseizoen in september 2021 iedereen weer vanaf 0 beginnen. Een andere aanpassing is dat punten van vorig jaar blijven staan van wedstrijden die dit seizoen zijn afgelast. En ook dat vertekent de ranglijst. Laten we eens even kijken naar de lijst bij de vrouwen. Dit is die lijst. Dus doordat sommige punten uit 2019 nog blijven staan, zullen rensters als Geert Hoeken nog wel eventjes in die top 50 blijven staan. Dat zou normaal gesproken nooit zijn gebeurd, want ze is gestopt. Het terug naar nul zetten is ook goed nieuws voor de belofte. Want voor renners uit de onder 23 categorie is het op dit moment heel moeilijk om punten te pakken. Alleen de wereldbeker van Tabor is voor hen doorgegaan. En juist die wedstrijden, juist die wereldbekers zijn enorm belangrijk om punten te pakken. Ik ga je uitleggen waarom. Wereldbekerwedstrijden zijn financieel enorm belangrijk voor de UCI. Vorig jaar zijn voor veel geld de commerciële en organisatierechten verkocht aan Flanders Classics. Maar voor de veldrijders zijn de wedstrijden heel prestigieus, maar financieel iets minder aantrekkelijker dan de losse crossen of de crossen van de Super Prestige of de ETIAS crossen. Want daar kan je startgelden bedingen. Ze zijn dit jaar wel iets lager, maar de toppers in de cross verdienen nog steeds een paar duizend euro per cross. Bij de wereldbeker zijn er geen startgelden. Daar krijg je helemaal niets. Kleine kanttekening is wel dat daar het prijzengeld ietsje hoger ligt. Maar de UCI heeft iets bedacht om er zeker van te zijn dat die wereldbekerwedstrijden de belangrijkste wedstrijden blijven. Je kunt er namelijk echt belachelijk veel punten voor die individuele ranking verdienen. Kijk, dit is het puntenschema voor C2 crossen, dit die van C1 en dit is die van de wereldbeker. Om even een voorbeeld te geven, de winnaar van de Telenet Super Prestige Cross van Boom, dat was Elie Izebiet, krijgt voor die overwinning in een cross waar bijna alle topcrossers aan meededen evenveel punten als de nummer 20 in een wereldbeker. In de wereldbeker van Tabor was dat Marcel Meijsen. Hij finishte op bijna 3 minuten van de winnaar. Om je positie op die ranglijst vast te houden of te verbeteren, moet je dus wereldbekerwedstrijden rijden. En die punten en dus ook die ranglijst zijn ook van belang voor de startvolgorde in de wedstrijden. Als topper ontkom je er dus niet aan om in ieder geval al die wereldbekerwedstrijden te rijden. En juist dat is ook hetgeen wat de UCI graag wil. Goed, dat is het voor deze aflevering van Wielerflits legt uit. Heb jij een goed onderwerp dat nog wat uitleg verdient? Laat het weten in de comments.